Het is december en ik hoop toch echt dat we deze winter net zo kunnen schaatsen als op dit schilderij van Nicolaas Johannes Rozenboom. Het is een schilderij uit de 19e eeuw. Je herkent zijn schilderijen uit de lage horizon en ook aan het verhalende wat hij in de schilderijen afbeeldt. Hier zie je bijvoorbeeld een man die een gat heeft gehakt met zijn hamer in het ijs en staat daar gewoon rustig te vissen. En wat dacht je dan van deze schoonrijders? Prachtig weergegeven in mooie kleuren. En Nicolaas Johannes Rozenboom was getrouwd met de dochter van Andreas Schelfhout. Dat was ook zijn leermeester. Het schilderij is 37 centimeter hoog en 51 centimeter breed. Olieverf op paneel en het zit in de originele houtgesneden lijst. Dus mijn verwachting is dat we in januari of in februari net zo op het ijs kunnen staan als deze mensen in de 19e eeuw.